In het kader van 024 Geschiedenis 2020 hebben we een aantal specials gemaakt met het thema Oost-West vanuit het Valkhofkwartier. Van het Gilde Nijmegen. Ber, welkom. Dankjewel. We zagen net het filmpje. Ja. Dat gaat van Trajanusplein tot aan de Hezelpoort. Is dat ook de belangrijkste route die jij als gids volgt? Ja, we hebben als gids een heleboel routes. Mm-hmm. Maar zeker in deze tijd vind ik dit wel een heel belangrijke route. En dat heeft er onder andere mee te maken dat het een geschiedenis vertoont. Vanaf Keizer Trajanusplein tot onderaan de Lange Hezelstraat. Ja. Die begint in de Romeinse tijd. En die in feite doorloopt tot in de tijd van nu. Ja. En is er dan ook nog een speciale plek waarvan jij zegt van, oh, die vind ik bijzonder. Ja, ik heb zo'n plekje. En ja. Dat heeft er onder andere mee te maken dat het een plekje is waar heel veel mensen gewoon zomaar aan voorbij gaan. Oké. Okay. Ja. En dat is de plaquette die ligt in de Burgstraat, mm-hmm. vlakbij CNA. In de grond, in het wegdek. En daar is een graf gevonden. En men noemt dat daar de Loden Lady. Een welvarende dame in ieder geval. En dat graf dat stamt waarschijnlijk uit de 3e, 4e eeuw. Oké. Okay. En als je naar het museum het Valkhof gaat, dan vind je daar de kist nog die ze daar destijds gevonden hebben. Oké. Okay. En het eerste idee wat ik toen gelijk al kreeg bij het horen van het thema, dat was, hey, de centrumas door Nijmegen heen, vanaf Trajanus tot en met Lange Hezelstraat. Ja. Een route die dus in de Romeinse tijd al ontstaan is. Want er zitten daar bijvoorbeeld in de Lange Hezelstraat winkelpanden, als je daar in de kelder komt. En daar zitten aanduidingen aangebracht hoe in de Romeinse tijd het straatniveau was. Okay. Veel lager dan nu. Ja, dus die Romeinse tijd zit erin, vertel je nu net. Ja. Maar ook op die route kom je het heden tegen. Ja, en dan laat ik maar beginnen aan het stukje voor bijvoorbeeld bij de Sint-Jorisstraat. Mm-hmm. Waar je tegenover Kelfkesbos, waar je een
heel veel mensen vinden dat een hele lelijke gevelrij heb zitten. Strakke, zakelijke gevels zijn het eigenlijk. Ja. Heel anders dan wanneer je onderaan in de Lange Heerzenstraat komt. Ja. En de oorzaak daarvan is te vinden in bijvoorbeeld het einde van de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Nou, Guus, welkom. Dank je. Ik wil jou vragen, als je het hebt over wat er verteld wordt over Nijmegen, zijn er ook zaken die je niet vertelt? Er zijn er wel wat zaken waar je liever niet over praat, omdat het ook duidelijk te zien is geweest. Onder andere de Piersonrellen, daar hebben we het niet over. Men wilde toen een parkeergarage maken in de Piersonstraat. Mm-hmm. De Nijmeegse bevolking was daar fel tegen. Dat leidde ook tot protesten. Ja. Het is ook de enige keer geweest in Nederland dat de marechaussee met tanks tegen de eigen bevolking opging. Er zijn ook afbeeldingen van te zien, onder andere in de Sint-Jozefhof. Mm-hmm. Is hier een afbeelding van de Piersonrellen die er toen een tijd in Nijmegen waren, begin jaren 80. Ja. En wat je ook kunt zien in Nijmegen, dat is het verschil in gebouwen. De gebouwen onderaan de Hezelstraat zijn echt de mooie oude gebouwen van voor 1940. Mm-hmm. En als je de Stikke Hezelstraat hebt en je hebt de Grote Markt en dan aan de kant, aan de zuidkant van de Burgstraat. Mm-hmm. Dat zijn allemaal gebouwen die gebouwd zijn na 1944. De nabije geschiedenis van Nijmegen, hè? Als je dat als gids meeneemt, hè? Op die as, wat kom je dan tegen? Moderne ontwikkelingen. De moderne ontwikkelingen, kun je daar iets over vertellen? Ja, het is bijvoorbeeld heel leuk dat we in Nijmegen aardig wat met water doen. In de Stikke Hezelstraat hebben we een heel mooi baantje waar water uitloopt. Mm-hmm. Onderaan, op de Ganzenheuvel, daar hebben we ons watermonument. Heel grappig, moet je twee keer lezen. Namelijk, water is wat er is. Okay. Ja, dus de hele ontwikkeling aan de zijkant van de Lange Hezelstraat, waar allemaal nieuwe panden gekomen zijn. En waar je ook bijvoorbeeld de Meeltoren staat, dan moet je iets van het pad af. Mm-hmm. Maar dat is ontzettend mooi om te zien. Ja. Prachtig, dankjewel.